PubMed, de grootste database van medische literatuur in de wereld. Gewoon aan het eind van je vingers op de computer te krijgen. Veel mensen denken dat alternatieve geneeskunde vaag is, zweverig en niet bewezen. En dat reguliere geneeskunde knalhard is en wel bewezen. Nou, niets is minder waar. Als we in PubMed bijvoorbeeld het sleutelwoord, het keyword acupunctuur ingeven, dan vinden we meer dan 12.000 artikelen op het gebied van acupunctuur. Daaronder zijn artikelen die gepubliceerd zijn in toonaangevende tijdschriften, zoals het British Medical Journal. Hey, wat zien we daar voor artikel? Dat is een artikel wat gepubliceerd is op 7 februari 2008 in de BMJ, een meta-analyse die gedaan is door een groep onder leiding van professor Bouter, die momenteel de rector magnificus is van de VU, die hebben gekeken naar de effecten van acupunctuur op zwangerschap na in vitro fertilisatie. Laat het nou te blijken bij meer dan duizenden vrouwen dat acupunctuur significant het aantal geboortes omhoog kan brengen en het aantal zwangerschappen ook. Nou, dat zou de voorzitter van de Vereniging tegen Kwakzalverij heel raar in de oren klinken, want hij is gynaecoloog en hij gelooft dat acupunctuurpunten niet bestaan. Dus dan zal het ook wel geen effect hebben op in vitro fertilisatie. Nou, dokter Renkens, even PubMed bekijken. Als we dan vervolgens eens kijken hoeveel klinische studies gedaan zijn, alleen studies zuiver op het gebied van mensen, dus geen dierexperimentele studies, dan blijkt er nog meer dan 2000 studies te vinden zijn die gedaan zijn naar de effecten van acupunctuur. Inmiddels weten we beter dan wie dan ook dat als we in PubMed zoeken, dat we de werkelijkheid boven water krijgen. PubMed, een mooie databank, en wat eruit blijkt is dat acupunctuur veilig is en werkzaam in een groot aantal aandoeningen.